Nou, waar gaan we vandaag naartoe? We zijn al in Rijk bij Duurstede. Dat ziet er heel erg leuk uit, dus we gaan even naar de VVV een stadswandeling kopen. Om een rondje te maken door de stad. Ja, ik heb het gescoord. Mooi. We moeten beginnen bij de markt. Nou, daar zijn wij nu. De wagen is afgebroken, de sfeer is gebleven. En het vrolijk spelende carillon op het stadhuis draagt daaraan bij. Even buiten het centrum begint de Kromme Rijn. Die is afgesloten met een inundatiesluis, onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Bedoeld om het land onder water te zetten tegen de vijand. Nou, dat is hem. De inundatiesluis. In 1940 bij de inval van de Duitsers bleek dat die hele Hollandse waterlinie totaal niet meer werkte omdat de vliegtuigen er gewoon overheen vlogen. Dus al die vestingwerken konden worden opgeheven. Die waren helemaal voor niks meer. Ik zie daar een beeld in de haven staan. Volgens mij stelt het een viking voor. Het verhaal gaat namelijk dat Wijk bij Duurstede vroeger Dorenstad was. En dat Dorenstad zou verwoest zijn, helemaal met de grond gelijk gemaakt door de vikingen. Maar inmiddels wordt toch getwijfeld aan de echtheid van het verhaal. Tegenwoordig wordt aangenomen dat de verzanding van de Lek een einde maakte aan de florerende handel in Dorenstad. Maar de plundertochten van die vikingen zullen er ook niet bij geholpen hebben. Kasteel Duurstede, ooit een trotse burcht aan de oever van de Lek. Nu verscholen in een park, met in plaats van ridders, bruiloftsgasten tussen de markante torens. Dit is een prachtig groen straatje. En er zijn wat verschillende verhalen over in omloop. Eén daarvan is dat waar wij nu staan, dat een kanaaltje is geweest. Waarover de bisschop die hier woonde, David van Burgondië, van het kasteel waar we dus dan net vandaan komen, naar de kerk zou zijn gevaren. Met herauten aan weerszijden van het water. Nou, dat is toch een mooi verhaal. We gaan weer verder, de Rijn op naar Arnhem. Die vaarttocht zie je de volgende keer.